Het was een overstroming in de dierentuin en een heleboel dieren zijn verzopen. En deze nijlpaard, die verzuipen niet zo snel, was gewoon uit de dierentuin gedreven. En die stond opeens midden in Tbilisi in de buurt van een tankstation. En hoe kun je dat zien in die foto, dat de situatie is? Kun je dat zien? Je kunt zien dat het een tankstation was. Nou, niet al te letterlijk, maar een klein aantal elementen zie je onmiddellijk van wat de omgeving het is. En dat hij ergens naar wordt teruggeduwd kun je ook zien, want er zijn allemaal mannen met stokken achter hem die hem zo lief maar vriendelijk, want het zijn gevaarlijke beesten, hè? Eén knauw, je bent dood. Vooral als ze bang zijn, dan zijn ze heel gevaarlijk. Maar hij was verdoofd, kon je zien, het een soort kleine verdoving hadden. Ze konden hem zo, zijn die loggerd. Hij zag er heel lief uit met zijn mond, zo met van die blaadjes die hij. Waarschijnlijk was hij daarom weggedreven. Dat hij dacht, oh, die bomen, dat is weer verplaatsen. Oh, die bomen die zijn lekker. Maar goed, toen wist hij niet meer hoe hij terug moest naar de dierentuin. En toen hebben die mannen dat gedaan. Ja.